Het vervelende is bij dat Atletico Madrid, die kennen geen slechte dagen. Die kennen maar Griezmann, die hebben een soort wet. Je mag slecht spelen, maar je moet je de pleuris werken. Ja. En dat geldt voor Griezmann, dat geldt voor iedereen. Allemaal daar. Inderdaad, ja. En die versla je niet zo makkelijk thuis. Maar nee, daarom bleven ze ook met 10 man redelijk op de been, hè? Ja. Daarom leek het ons ook wel leuk om dan een oudspeler van Atletico, een Nederlander, even wat meer te laten vertellen over Atletico. Maar John Heidinga is niet gelijk een vriend van de show, dus die kon niet. Ja. Hebben wij wel eens iets gezegd over John Heidinga? Nou, de laatste jaar bij Ajax waren jullie niet echt goed. Toen speelde hij ook erg slecht, hè? Hij is niet voor niks weggestuurd en hij kon het tempo helemaal niet meer bijbenen. Nee, maar dat was redelijk ongenuanceerd. Maar dat mag je niet zeggen. Nou ja, ik kwam hem een keer in het restaurant tegen. Toen zei hij, die comedy show voor jullie. Hij kon er nog wel om lachen ook trouwens, hoor. Dus dat viel me alleszins mee. Maar hij had niet altijd. Je hebt ons toch wel verdedigd? Ik heb jullie uitermate verdedigd, ja. Dat weet je. Zo kennen jullie mij.